Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De inspectie van het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft gisteren het bedrijf Zetraco gesloten. Het bedrijf verkocht spullen die al over de houdbaarheidsdatum waren, maar plakte daar nieuwe valse etiketten op. De inspectie zal vandaag een aanklacht indienen tegen het bedrijf bij het Openbaar Ministerie wegens valsheid in geschriften. De eigenaren van Zetraco hebben gisteren toegegeven dat ze geen spullen wilden weggooien die al over datum waren. Daarom maakten ze nieuwe etiketten en plakten ze die op de spullen die al over tijd waren. Dat scheelde een verlies van 50.000 gulden, aldus de eigenaren. Er lijkt niet voldoende geld te zitten in de fondsen die beschikbaar zijn gesteld voor de werknemers van FEFFIK. Eerder gaf minister van Onderwijs Marlene Alcalavale aan dat er wel voldoende geld in de fondsen zou zitten, maar de Extra meldt vandaag dat dat niet zo blijkt te zijn. Hierover werden werknemers gistermiddag geïnformeerd. Het parlement sprak gisteren over de toekomst van de raffinaderij. Dat deed het met onder meer enkele vakbondsleiders. Volgens Wimbert Hato, parlementariër voor regeringspartij MAN, is één ding duidelijk geworden. Curaçao heeft de afgelopen 35 jaar goed samengewerkt met PdVSA, maar nu is dat bedrijf een gepasseerd station volgens hem. PdVSA bood onlangs aan om ook volgend jaar nog de raffinaderij te runnen, maar daar ziet Hato niks in. Veel scholieren zijn gisteren naar het WTC gegaan voor de studie- en beroepenmarkt. Daar konden ze informatie krijgen over de opleidingen die ze kunnen gaan volgen. Bedrijven en onderwijsinstellingen gaven die informatie. Vandaag is de tweede dag van de studie- en beroepenmarkt. Het Curaçaose voetbalteam lijkt klaar voor de belangrijke wedstrijd tegen Costa Rica. Die wordt vanavond op Curaçao gespeeld. Vorige maand speelden beide teams tegen elkaar in Costa Rica en toen bleef het 0-0. Als Curaçao nu wint, plaatst het zich voor de CONCACAF Nations League in juni 2020. In Bolivia hebben nieuwe protesten het leven gekost aan zeker 2 mensen. 2 jonge mannen kwamen om het leven tijdens rellen tussen aanhangers van de gevluchte leider Evo Morales en de veiligheidsdiensten. Ook aanhangers van interim-president Janine Agnes gingen gisteren de straat op. Op diverse plekken in het land werden branden gesticht en winkels geplunderd. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.